Renault Antwerpen. De auto's van stad. Dit is het programma van Beerschot voor de 7 resterende wedstrijden van de reguliere competitie. Volgens M.E. Antoni zal Cercle Zacke en zijn Lierse en zeker ook Beerschot de gedoodverfde kandidaten voor de eindronde met de tweede klassers. De reden is volgens hem het gebrek aan stabiliteit op het kiel. Vroeger was er heel veel know-how met de familie Vragen Snelders. Daar kun je niet naast kijken. Ik was er ook niet altijd mee akkoord. Maar hoe zou ik zeggen, stabiliteit in een voetbalvereniging is zeer belangrijk. Ik ben ook overtuigd dat die nieuwe voorzitter er alles aan doet om eruit te geraken. Grote inspanningen doet. Maar ik vraag me af of dat er know-how genoeg is in de kleedkamer, in de technische staf, om vooral in die positie het hoofd koel te houden. En dat is niet zo eenvoudig. En het mag niet zijn bijvoorbeeld dat men dag in dag uit andere beslissingen neemt. De ex-trainer en technisch directeur van Beerschot heeft zijn twijfels bij de vaak wisselende strategie. Twijfels bij wat hij noemt paniek aankopen. En ook twijfels bij trainer Wim de Korte. Ook al heeft hij wel potentieel, al dus Antoni's. Maar in die omstandigheden wordt dat moeilijk. Ervaring speelt een rol. Boven het bestuur staan speelt een rol. U niet laten leiden. Ik zeg niet dat hij dat doet. Maar het is voor hem zeker geen cadeau om dat nu te doen. Ik zou zeggen, je moet ervoor geen afscheid nemen van de Korte. Want laat die eventueel bijstaan omringen door iemand die zelf niet nog ambitie heeft. Of gewoon weg dat een klankbord is voor hem. En ik denk dat hij dat nodig heeft. Het zou iets voor u kunnen zijn. Ik zou niet weten waarom niet. Het is altijd een mooie club geweest. Er zijn uiteraard, en op alle vlakken, op bestuursvlak, op managersvlak, op trainersvlak, op spelersvlak, zodanig veel wissels geweest in de laatste jaren, dat stabiliteit en lange termijnvisie, want daar moet je zelfs nog niet over spreken in het voetbal, dat bestaat niet. Maar te korte termijnvisie is ook gevaarlijk. Het zal nipt zijn.